Er zijn geen redenen meer om hem vast te houden en daarom heeft de officier van justitie de beslissing genomen om hem vrij te laten. Blijft hij wel verdachte? Hij blijft verdachte, maar enkel en alleen voor overtredingen uit de Wegenverkeerswet. Uit onderzoek blijkt dat de bestuurder eerder die dag ook op andere plekken in de binnenstad inrijverboden heeft genegeerd. Ja, we hebben in ieder geval iemand gesproken die gezien heeft dat deze auto en deze manier over het Rembrandtsplein heeft gereden, over de vrije trambaan met een wat hogere snelheid. Dit voorval is in eerste instantie aan de politie voorbij gegaan. Dat is niet opgemerkt door de politie, maar door iemand anders. En die heeft ons later, nadat die aanrijding heeft plaatsgevonden op het Stationsplein, ons daarvan in kennis gesteld. Hij heeft dus meerdere keren eigenlijk te hard gereden over de trambaan. Kan dat ook toe te schrijven zijn aan die diabetes? Dat zou volgens een medicus inderdaad kunnen gebeuren. Op dit moment liggen nog twee slachtoffers met botbreuken in het ziekenhuis. Het is dus aan de officier van justitie om te bepalen of de verdachte verder wordt vervolgd.